Juist, wie ik de uitspraak in de rechtszaak in de ASOM blokkeerders. En krijgt die als jouw wiekelien, wie er weer een soort leven boet in de rechtbank. Ja, dan gaan we naar de zaak zelfs. Taakstraffen dus van de ASOM blokkeerders. Juist bij de uitspraak van de rechtbank in Ljouwert. Jenny Douwens, die kregen de heegste straf, 240 uren taakstraf en een feestenisstraf van 1 man onder betingst. Haie Bootsma, die is voor u bij de rechtbank. Ja, Haie, hoe moeten we deze uitspraak nou eigenlijk interpreteren? Nou, toch wel eens een vrij stevige uitspraak van de rechter. De rechter heeft hier wel wat del zet. Ik misschien wel mooi het eeg op ja, de komende intocht van Sinterklaas. Want wat ze benam bij stilzien had, is dat hier het recht op demonstratie ja, hinder is, voorkomen is. Dus een groep mensen die oren verhindert om haar uit te spreken. En ja, demonstratie, dat zou de rechter bij de uitspraak, dat is net iets dat hoeft leuk te wijzen. Nou, hartje naar de pasrechter, Mark Brinksma. Het grootste deel van de verdachten is veroordeeld voor dwang, strafbare dwang en het blokkeren van de weg. En geweld valt eigenlijk heel nog voort? Geweld heeft de rechtbank op de A7 in ieder geval niet bewezen gevonden. Dat er inbreuk is gemaakt op een grondrecht. Hè. Het recht van betoging is een belangrijk recht, is een grondrecht. En dat is door de blokkeerders verstoord. Dat is eigenlijk wel het centrale punt in de uitspraak. Dat is ook wat de rechtbank eigenlijk het meest ernstige vindt. En had je dan zeggen naar het geheel van die hele blokkade van die ASON, daarvan zou het rechter van ja, op een bepaald punt, dat past niet, dat kan niet. Kun je dat dan uitlezen naar de strafmaat van Gormees? Het belangrijkste is niet alleen het blokkeren van de weg zelf, want daar heeft dus ook de verkeersveiligheid in het geding. Maar dat het tot doel heeft gehad om bepaalde mensen tegen te houden en ze van dat recht van betoging, dat grondrecht, af te houden. En dat maakt dat deze straffen, taakstraffen tussen de 120 en 200 uur voor de grootste groep, zijn opgelegd. Ja, Haya, hoe is er gereageerd op de straffen? Nou, tijdens de uitspraak konden ze wel vernemen dat ja, mensen toch wel wat schrokken binnen. Dat die straffen toch vrij heeg uitvallen binnen. Dat wie letterlijk boeten ik wil te vernemen. En ik en Jenny Douwens, die het verder net in haste wedstrijd voeren, kon ik wel vernemen dat ze toch wel heel bot aandien vieren. De wie gewoon die woon wil reageren. En harkje ik nou advocaat Challing van der Goort. Hoe zie je nou waarom op de uitspraak zat hij er leidt? Ik zou daar mijn teleurstelling op waarom. Het is een vonnis dat van mijn cliënten voor een groot part moeilijk uit te lezen is. Waar passages in steen die ik net helemaal begreep. Nou, maar ik erbij is, je jaar het on en ik heb het nog net op papier, dus ik kan het nog net heel goed bestuderen. Maar uiteindelijk onder de streep komen de straffen uit die ondanks vrijspraken nou ja, stevig binnen. Gelukkig geen gevangenisstraffen, maar wel stevige taakstraffen. Ik hoef het net altijd maar vonnis eerst te wijzen, maar ik moet dat wel altijd uitlezen kennen om mijn cliënten, vind ik. En dat vind ik echt heel lastig om u te lezen door mijn naam Douwens, waarom zij deze straf kregen. Nou, dus er zitten wel punten in die vraagtekens oproepen. Werkstraffen, gaat u dat doen? Ik denk dat ik wel moet, hè. Volgens mij is dat de wet. Als we het niet doen, dan hebben we ook een probleem. Hè? Zo is het ook. Maar u zou kunnen overwegen een hoger beroep te gaan? Ja, dat gaan we nog overleggen met de Ankers, maar of dat überhaupt nut heeft, ik weet het niet. En anders gaan we werkstraf doen. Dan maken we met z'n allen Friesland mooi door het berm schoon te maken, toch? Ja, het is een regelrechte schande is dit. Wat heb je toch gekregen? 180 uur, omdat ik een leidende rol heb volgens de rechter. En die hier staat net aan? Nee, dat klopt helemaal niks van. Wij weten als enige van jou dat het hier goed echt zit. En net zoals de rechter het nou uitspreekt heeft. Wist je van schrokken? Ja, een beetje wel, want we hier op vrijspraak hier we rekenen. Of misschien dat we het vorige volgende keer weer doen, omdat het dan dit zou gebeuren. Maar zeker net dit. Ja, Haya, nog even over die straf van Jenny Douwens, want die is redelijk opvallend. Want die is conform de eerste 240 uren. En dat wil ze van een soort zaken toch echt vrij sprutsen is. Er stel ik een verklaring voor. Nou ja, wat de rechter haar dus heel zwier onrekkend is dat zij ja, eigenlijk de oproep dien had. Dus dat zij de onstichter is van de hele blokkade. En dat ze er heel tijd bij belutsenwest had. De politie had nog bij haar west. Vreeg van, goh, kist je net wat zin van? Was het net waarom loeken? Nou, dat bericht is op een gegeven moment van Facebook hellen. Maar ja, ze had onder het eind daar is ze er bij belutsenwest. En ja, dat werd haar toch heel zwier onrekkenen. En dan krijgt ze dus ja, de veroordeling van opruiing. Ja, kunnen we nou Juwe deze rechtszaak echt afsluiten? Of komt er toch nog een vervolg?
Ja, mijn inschatting is dat er nog wel een vervolg komt. Het challenge van de Gold Assistant van ja, ik heb moeite om dit uit te lezen om mijn cliënten. Dus dat betekent dat hij misschien mogelijkheden zet. Maar ja, ik zei maar het volgens op studeren. De hele groep komt in kwarten bij elkaar en dan zit ze door haar. Dan zit ze dus bescheiden wat ze dwang in en of hier op korte termijn vestigen bij hege beroep.